Wij doen veel onderzoek op de hele HKU naar creativiteit en creatieve processen. Oké. Okay. Maar ik ben degene die daar ook echt een lector in is. Ja. Met name, dat heet bij ons theatrale maakprocessen. Maar dat is eigenlijk voortdurend onderzoek hoe mensen dingen maken. Dus niet wat ze maken. Okay. Niet kijken of het een goed idee is of niet een goed idee is. Of een goede voorstelling of niet. Maar echt hoe mensen in hun eentje creatief tot een idee komen en dat uitwerken. En vooral in groepen dat ook doen. Want theater is per definitie co-creatie. Wat we bestuderen is dat we studenten ook willen leren. Ja. Dat ze hun eigen proces, hun eigen artistieke proces kunnen analyseren. Dus niet wat ze maken, maar hoe ze het maken. Ja, ja. En erachter komen, wij bieden modellen aan. Waarmee je dat soort dingen, problemen zoals jij hebt, ja, meteen op kunt lossen. modellen aan waarin mensen kunnen zien van, oh ja, deze dingen spelen allemaal mee bij mijn creatieve proces. Dat noemen we ingrediënten. En we hebben gemerkt hoe creatiever iemand is, hoe sneller die tussen die elementen kan schakelen. Okay.